Nou ja, het is natuurlijk een serieus probleem. In de zin van, er zijn mensen die over de hele wereld die daarmee bezig zijn. Je ziet ook dat spelers daar vragen over hebben, soms ongerust over zijn. Nou, die proberen we zo goed mogelijk voor te lichten. En zo goed mogelijk de preventie uit te voeren, zodat ze de kans dat hier dat virus komt zo klein mogelijk is. Ja. Wat zijn die maatregelen die jullie daarvoor nemen dan? Nou kijk, je zit natuurlijk in de winter en in de winter heb je heel veel virussen en infecties. Dus we hebben een infectieprotocol waar de spelers zich aan moeten houden. En dat hebben we ieder jaar. Dus dat wil zeggen handhygiëne, dat heeft te maken met handhygiëne, met persoonlijke hygiëne, maar ook met slaap, met vitamines die ze krijgen. Dat gebeurt bij alle infecties, om alle infecties te voorkomen. Nou, dat hebben we nu aangescherpt. Dus handhygiëne is iets wat heel strikt opgevolgd moet worden. En dat daar heel veel aandacht aan voor is. Ja. Nu het virus wat dichterbij is gekomen, moeten die spelers zich dan ook meer zorgen gaan maken? Of is dat overbodig? Nou kijk, het is een virus zoals heel veel virussen zijn. Alleen het is een nieuw virus waar nog niet alle eigenschappen goed van bekend zijn. En ja. Spelers zijn natuurlijk wel mensen die intensief sporten, die op het randje presteren, die dus vatbaarder zijn voor virussen. Dus we proberen wel aan alle kanten ze te faciliteren om te voorkomen dat ze ziek worden in zijn algemeenheid. Ligt er ook een plan bij PSV voor als het virus ook in Eindhoven en omstreken zou gaan uitbreken? Nou, zoals je wellicht weet hebben wij een intensieve samenwerking met het Sint-Anna ziekenhuis. En daar zijn de protocollen voor coronavirus helemaal up-to-date. Die werken we samen met RIVM. En dat is ook wat wij volgen. Dus op het moment dat er verdachte spelers zouden zijn of medewerkers of mensen, ja, dan wordt dat protocol gevolgd zoals het in het hele land gevolgd wordt. Wat houdt handhygiëne in bij PSV? Nou kijk, handhygiëne is enorm belangrijk, want via je handen, via contact, dat is de manier waarop virussen het meest overgedragen worden. Dus dat wil betekenen dat we proberen dat te minimaliseren. Dus dat wil zeggen geen handen geven, maar een box in plaats van een hand. En dat zie je ook, dat gebeurt in meerdere plekken. Zoals in het ziekenhuis, in het Sint-Anna ziekenhuis, is ook nu al geadviseerd aan de artsen en medewerkers om patiënten geen hand meer te geven. Dat is niet uit onbeleefdheid, maar dat is puur om de kans op overdracht van het virus zo klein mogelijk te maken.